Verkleed als Zwarte Piet en Sinterklaas demonstreerden leden van de nationalistische beweging Voorpost tegen de, in hun ogen, aanval op Zwarte Piet. Ze deden dat bij de Raad van State in Den Haag, waar donderdag de beroepszaak werd gehouden over de Amsterdamse Sinterklaasintocht van vorig jaar. Er was ook een hoop media op de zaak afgekomen. De bestuursrechter stelde eerder dit jaar dat de vergunning van de intocht opnieuw moet worden bekeken, omdat Zwarte Piet kwetsend is voor veel zwarte Amsterdammers. Burgemeester Van der Laan maakte hier bezwaar tegen. De advocaat van de gemeente stelde dat de burgemeester een soort zedenmeester wordt als hij inhoudelijk moet gaan oordelen over het kinderfeest. Daar ben ik het niet mee eens. We hebben het hier over fundamentele mensenrechten. Europees verdrag voor de rechten van de mens. Het recht om gevrijwaard te blijven van discriminatie. Dat zijn wel degelijk normen die een normatief karakter hebben. En waar dus inderdaad een zedenmeester, ik ben het niet helemaal eens met dat woord, maar om u te volgen, die zedenmeester is daar wel voor nodig. Er is iemand die dat oordeel moet vellen. Wij denken dat dat de burgemeester moet zijn, omdat dus de burgemeester deze vergunning afgeeft. De burgemeester vindt dat de discussie rond Piet niet thuis hoort in de rechtszaal, maar in de samenleving. Het Pietengilde, dat zich bij de zaak aansloot, is het hiermee eens. Ik denk dat dat de enige manier is waarop het gedragen kan worden. Eerlijk gezegd kom je daar ook niet om dat via de burgemeester bij de rechter neer te leggen. Dat pad zou eigenlijk niet bewandeld moeten worden. Ik denk dat de enige manier waarop je dit cultureel erfgoed, wat het is, op een juiste manier laat ontwikkelen, op een manier waar iedereen het ermee eens gaat zijn en het wordt gedragen, dat je dat doet door maatschappelijk debat. En dat langer duurt dan sommigen zouden willen, dat is zo. En dat kan natuurlijk vervelend zijn. Maar dit is niet de oplossing, want hierdoor polariseert het alleen maar verder. De Raad van State doet naar verwachting 12 november uitspraak in de zaak. En dat is een paar dagen voor de Sinterklaasintocht in Amsterdam.